Het is vandaag voorleesdag. Zo schrijft junior zijn naam. Ja, heel goed. Lekker bij opa en oma. We zijn er maar twee thuis. Sinds een paar jaar vind ik het niet meer zo leuk. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkijkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog vandaag. En we zitten lekker aan de ontbijttafel. En gisteren mochten ze een blikje en Madelief die heeft er spaarrood nog over. Dus die zit bij het ontbijt spaarrood te drinken. Ik denk niet dat veel kinderen van 9 jaar dat doen. Weet je dat ik dat ook heel lekker vind, spaarrood? Dat is mijn lievelingsdrankje. En koffie. En wijn. 9 jaar. 8 jaar. Ja, dat zei ik ook. Ja, zo zei ik 9. Junior, je hebt je pyjama nog aan. We gaan. Het is vandaag voorleesdag. Het is vandaag voorleesdag in jouw klas, dus je mag een pyjama naar school en je krijgt rozijnenbol en of een eierkoek. En weet je wie die bakt? Ja! Ja, komt van onze bakkerij. Ik bak ze niet, want ik ben vandaag niet in de bakkerij. Jij bakt ze wel! Ja, ik bak wel eens die rozijnenbollen en eierkoeken. Maar vandaag hebben de bakkers ze gebakken. En die gaan we zo op school bezorgen. En dan krijgen jullie vandaag lekker een eierkoek en een rozijnenbol. Hebben we niet gelijk mee? Nee, de chauffeur die pakt die. Stond als eerste op de bezorging, zag ik gisteravond. Op de lijst ja, van vandaag. Dat zullen ze voor hadden vlees moeten hebben, ja. Heb je ze mee? Nee, ja, de chauffeur doet dat. Ad rijdt vandaag. Ad, nee, niet Adman. Ad. Ad bezorg staat hier bij mij in mijn mobiel. We hebben Ad, Harm en Hans als bezorgers. Hier. En we hebben nog een Adman. We zijn allemaal ouder dan 70 jaar. Zijn allemaal opa's. Hallo Adman camera. Hier, ga je Adje doen? Adje met de fles spaarrood. Dat lukt niet. Nee. Nee. Doe maar Adje met je chocomel. Sirenes. Ga ik ook doen? Ziekenwagen. Dat gebeurt hier wel vaker. Heel vaker. Mijn tossen staan er aan. Nee, die heb ik net hier gelegd. Oh, ik rook hem niet. Ja, kijk, een mooie tossen met alle kaas en beesten erop. Ja, goed gedaan. Ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb zonder mijn chocomel. Maar jij gaat ook lekker naar school. Ik ben om kort het weer uit. Want ik zou eigenlijk om 2:30, maar er is een les uitgevallen. Oh. Ik ben ook even 12. Oh, en? Papa, kunnen we nu pakken? Ja. Ja, er komt een machine binnen. Die heb ik besteld. En? Voor de kamer. Donderdag. En dan kan ik dat zelf maken. Pasta. Vorig jaar had mama voor mij bij kerst een grote pasta gegeven. Ja. Ja. Zo'n grote. Dat klopt. Dat was binnen een week al op. Nou, ik ga die gaan we zelf maken, dus hier 100 keer lekker. Papa, ik heb dit ook al gedaan! Goed zo. En dit doe ik. Nee, ik ben er. Als hij heel lekker is, dan moet je hem niet in de bak. Mag ik dat doen? De eerste. Nee, oh, nee hoor. Oh. Dat is mijn dubbeltje. Ja. En dan eerst een mesje er zo door. En dat vind ik altijd irritant als mensen het gelijk doen. Ik heb. Heel goed. Dat is satisfying, hè, noemen jullie dat, hè? Ja, satisfying. Hoe? ASMR. ASMR. ASMR, en wat betekent dat? Geen idee. Dat is gewoon, ja. ASMR. Je korreltjes van de boterham in je wang hebt zitten. Oh, jullie. Nee, zo. Ah, ik wil met mijn vinger in. Zeg maar, een beetje zelf te satisfying, maar dan moet zo. Niemand gebruikt dat woord. Nee. Iedereen gebruikt. Ja, en heel veel gebruikt. Ja, en satisfying. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Zeker. Ja, we zien het wel. Chillen, dat is verboden. Het is niet zo fris voor andere mensen. Dus doe maar niet meer, hè?
Wij zijn in Oosterhout aangekomen en de eerste levering worstenbroodjes. Kijk om dat hier daar. Gaat naar hier. Ze wilde alleen worstenbrood, maar ik heb nog twee bokkenpootjes meegenomen en een kaneelcakeje. Kunnen ook ze twee checken, kunnen ze testen. En naar de administratie gelijk en stickers. Kijken of we die ergens zo op kunnen plakken hier. Nou, op de terugweg hebben we inmiddels al geluncht en wilde ik nu even plantjes halen voor buiten, want de pot is leeg en met kerst is het zo leeg in huis. En in plaats van zelf bloemen, of in plaats van bloemen te hebben gekregen, heb ik zelf bloemen. Jij bent aan het vloggen, ik denk, ben je nou weer. Jij bent mezelf tegen, aan het praten. Tegen Guus aan het praten of... Nee, gewoon tegen mezelf. Nee, tegen de camera. We hebben een heel leuke plant voor buiten in de pot. Die kan buiten met de temperaturen ook. Jan die heeft kruiden gehaald voor zijn keuken. Ja, in de keuken. Ik heb een leuke... Supermarktkruid is altijd niks. Nee, ik heb leuke bloemen nog voor binnen. Ja, en wel heel grappig, want zo'n potje was maar 1,95. Ja, kijk eens hoeveel kruiden dat je daarvoor hebt staan. Echt van te kijken, heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Dat ruikt echt heel lekker. Dat vind ik echt heel leuk. En meestal zijn die veel sterker ook, dus dan ja. Ja, van de planten dingen, ja. Dus nou, dan gaan we ze meteen even alles neerzetten. En dan, we hebben een hartstikke leuke dag al gehad, toch? Ja. Zo samen op pad geweest. Nou, wij zijn thuis en we hebben nog even los gekletst. En nu zijn de kindjes klaar om naar school te gaan. En Junior, je hebt nog steeds... School? Te gaan logeren. Ik kwam vragen, je hebt nog steeds je pyjama aan. Dat is gek. Hoe kan dat? Wat? Ja, ben je baby geworden. Zo schrijft Junior zijn naam. Ja, heel goed, dat heb jij gedaan. Hoe weet je dat? Ja, dat zie ik. Ja, maar was het leuk? Was het ook een leuk verhaaltje, het, het dingenverhaaltje? Het voorleesverhaal, of niet? Junior, was het een leuk verhaal? Uh-huh. Doe eens even gewoon. Waar ging het over? Ik had zelf een verhaal gelezen. Oh? Dun, 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 dun. Grappig. Dun, 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 dun. Nou, pak je spullen maar eens. Dit heb ik geschreven. Dat heb ik gezien. Deze. Wat ademt nou, hij hard. Je tasje mee. Je tasje mee. Heel veel plezier. Wat tot de zondag. Lief zijn. Ja, dikke dag. Zwaaien. Ik ga naar jou zwaaien, schatje. Veel plezier, man lief. Jij gaat ze kop schrijven. Goed. Het is avond en de jongste twee die zijn lekker bij opa en oma. We waren helemaal gelukkig. Morgen gaan ze naar Gelderop, naar... Hun neefjes vinden ze altijd helemaal leuk, vooral Junior. En wij zijn nog even de laatste dingetje aan het opruimen. Sophie lekker al hun huispak. Pyjama, wat is het? Huispak. Ja, ik... Wat koud. Ik ben er niet zo van. Het is hier gewoon 19 graden in huis al. Ja, maar het is niet dat ik hier koud heb. Oh, je hebt het gewoon altijd koud. Altijd koud, dus ik denk dat ik gewoon lekker iets was. Aha. Ja, wij gaan nog even opruimen en... De grote die kennen alles zelf al. Die zijn de ene ging wel slapen, de andere. Stan en Floor zijn naar de borrel van de hockey. Oh. Dus het is alleen nog maar Nout. De borrel van de hockey. Ja? Ja, dan... voor de fris voor hun, hè? Ja. De nieuwjaarsborrel noemt ze. Ja, oh. En alleen Nout en Eline zijn thuis, want Guusje is nog naar een feestje. Dus Merel is er niet, Eline is wel, Stan is er niet, Nout wel, Floor niet. Guusje niet. En Marnie en Junior niet. Er zijn er maar twee thuis. Eline die ging naar slapen, want ik ga vannacht ook om 3:30 werken. En ze zei, ja, mag ik mee, zei ze. Dus die is net weg. Dus ja, dan gaan we samen. En dat is eigenlijk wel grappig, want heb ik denk ik nog nooit verteld. Maar het is, wij doen al 25 jaar de bakkerij. En sinds een paar jaar vind ik het niet meer zo leuk. En dat is gewoon dat heb je al wel verteld, ondernemen in Nederland is gewoon
Ja, meer ondernemers die ik spreek, zeggen allemaal te veel regels, te veel, ja, ja, het is gewoon, het plezier gaat er een beetje af voor ons. Maar Eline, die is net als toen wij jong waren, die zit er helemaal vol met nieuwe ideeën en die ziet geen beren op de weg en die denkt niet van ja, maar dan moet ik dat en dat en dat, die doet dat gewoon en dan... Zo waren wij ook. En zo waren wij ook, ja. En dat vind ik wel heel leuk om te zien. Want die heeft dan eigenlijk ook wel weer diegene die wij een beetje hebben van ja, gewoon proberen en... Toch remmen we er misschien wel een beetje af. Zeg weet maar, ik niet. Omdat we dan denken, ja, dat hebben wij al geprobeerd. Ja. Hoef je niet meer te doen. Ja. Maar het is heel leuk om te zien. Ja, ik vind dat echt heel leuk om te zien, ja. Dus we laten er ook lekker. En ik hoop dat ze het zo doorzetten en dat ze zo dat plezier blijft. En... ja, dan moet ze maar zo snel mogelijk erbij komen, vind ik. Dus ja, die kans willen we dan niet ontnemen. Ja, dan gaat natuurlijk, het gaat nou heel snel. Ja, Stanley komt nou eraan. Bijna bij ons werken. Ze moeten nog wel stage gaan lopen. Als ze rijbewijs hebben, zeg ik, ga daar naartoe, ga daar naartoe. Maar nu op het fiets hier in de regio, ja, dat werkt toch niet echt. Dan kennen ze beter een maandje bij... iemand wat verder die we kennen, net als Stan al een weekje gedaan heeft bij Jacques Verbracht. Ja. Maar dan, ja, heb je toch, vind ik beter dan eentje Stan in de buurt. Stan wil weer een heel andere kant. Ja, Stan wil echt chocola en ijs gaan doen. Ja. En ja, we gaan de ijsfabriek, ja, gaat deze week, aankomende week weer de volgende afspraken. Maar ik heb al heel veel, want ik heb al de vaatwasser, we hebben de ijsmachine al, de koelketels heb ik al. Ja, de helft is eigenlijk al... Alles al wel gedaan, maar dat is allemaal, ja, daar zie je allemaal niks van. Nee. Nee. En Nout, die zal ook al bakkerijkant gaan doen, hetzelfde als Eline. Ja, die vindt het op zich ook wel leuk in de bakkerij, maar die weet niet zo goed wat hij wil. Nee, maar die zei wel, ik denk wel dat ik de bakkerijopleiding ga doen, ja. Dus ik weet niet wat ik anders moet gaan doen. Dus, ja. Als hij maar niet meer hoeft te leren. Ja, en van wie ze daar hebben, weet ik eigenlijk niet. Want ik vond altijd school wel leuk, en jij ook? Ja. Wij hebben allebei gewoon een mbo, fulltime, jij hbo zelfs. Dus ja... Maar hun, ja. Ik weet niet, scholen zijn ook wel veranderd, denk ik. Ja. Maar, dat weten we niet, want daar zitten we zelf niet op. Nee, maar jij vond werken ook wel. Ja, ja, ik vond werk het leukste. Dus. Maar ik deed heel veel werk uiteindelijk. Ja. Nou, wij gaan zo naar bed. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.